Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, leden van de raad en kijkers thuis. Vanavond is een bijzondere avond. Vorig jaar heeft onze kroonbenoemde burgemeester Paulien Bouffier-Koenen helaas door omstandigheden betreffende haar gezondheid voortijdig haar ambtstermijn moeten beëindigen. Wij vinden dit zeer spijtig, maar zoals Paulien bij haar afscheid al aangaf, moeten we door en gunt ze voorschoten een burgemeester die zich voor de volle 100% kan inzetten voor de uitdagingen waar voorschoten voor staat. Op 28 september vorig jaar is er daarom een procedure opgestart voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester met een overleg met de commissaris van de Koning. De Voorschotense Raad wilde graag voor de zomer van 2021 een nieuwe burgemeester, zodat er voldoende tijd is om in te werken voor de verkiezingen en we niet te lang een beroep moesten doen op de flexibiliteit van de waarnemend burgemeester Charlie Afgoot. Hij was immers in eerste instantie voor 4 maanden aangetrokken. Gelukkig was hij bereid om langer aan te blijven. Hierbij wil ik mijn dank uitspreken voor zijn inzet. Waarnemend burgemeester Abtrood heeft zich in korte tijd tot een vertrouwd gezicht gemaakt in Voorschoten en heeft niet geaarzeld om zaken die aangepakt moesten worden aan te pakken. Hij heeft zich daarbij een waardig vervanger van burgemeester Bouffier getoond. Dank daarvoor. Aan de hand van de profielschets uit 2019 met een aantal aanpassingen voor de actualiteit is de zoektocht naar een nieuwe burgemeester gestart. De gemeente Voorschoten zocht een daadkrachtig burgemeester met een warm hart voor de samenleving, een boegbeeld van het dorp en de nieuwe gemeentelijke organisatie en een aanjager van de samenwerking met de regio. Het heeft de raad aangenaam verrast dat er zoveel reacties, namelijk 33, op de vacature zijn gekomen. Dit zien we als een positief signaal over wat Voorschoten te bieden heeft en een steun in de rug voor onze ambities. Wij zijn niet alleen een aantrekkelijk woondorp, maar staan voor een aantal interessante bestuurlijke uitdagingen die we duidelijk over het voetlicht kunnen brengen. Waarbij de constructieve sfeer in het bestuur onze aantrekkelijkheid onderstreept. Zodanig dat we over de kwaliteit van de kandidaten geen klagen hadden. Na een uitgebreide selectie waarbij we kandidaten hebben bevraagd over hun ervaringen en gedachten over onder andere leiding geven aan bestuur, hun invulling van de boegbeeldrol en hun ervaringen op het gebied van openbare orde en veiligheid, heeft de raad een keuze gemaakt. De raad beveelt mevrouw Nadine Stemerdink aan als burgemeester voor Voorschoten. Zij kent Voorschoten en de regio goed. Zij schakelt makkelijk tussen wat er speelt op persoonlijk en straatniveau en wat zich afspeelt in de grote bestuurlijke verbanden. Gedurende onze selectiegesprekken hebben we Nadine Stemerdink leren kennen als een empathisch, positief ingestelde teamspeler. Haar enthousiasme is aanstekelijk. Nadine Stemerdink is nu bezig aan haar tweede termijn als wethouder in Leidschendam-Voorburg, waar zij ook raadslid was. Daarvoor was zij onder meer senior beleidsmedewerker bij het kabinet van de commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland. Als wethouder heeft zij ervaring op voor de burgemeester relevante onderwerpen als openbare orde en veiligheid en personeel en organisatie. In onze ogen is ze de daadkrachtige burgemeester met een warm hart voor de samenleving, een boegbeeld voor het dorp en de nieuwe gemeentelijke organisatie en een aanjager van de samenwerking in de regio. De aanbeveling van de raad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die de benoeming voorbereidt. Naar verwachting vindt de beëdiging op 17 mei in Voorschoten plaats. Ik dank u wel.